Ik kan helaas niet meer fotograferen, maar het was wel mijn passie, absoluut. De prachtigste foto's heeft Adrie de Visser geschoten in Afrika. Maar in datzelfde Afrika sloeg ook het noodlot toe. 2 jaar geleden, in Nairobi, werd de Harderwijker overvallen. Normaal gesproken verwacht je een overval je geld of je leven. Maar die kans heb ik niet gekregen. Iemand begon eerst te schieten en daarna probeerde hij mijn geld te pakken. Dus ja, ik heb het te nauw dood overleefd. Maar ja, wel ten koste van heel wat. Ik heb wel heel wat moeten inleveren. Want de visser zit sindsdien in een rolstoel, verlamd vanaf zijn middel en bovendien praktisch blind door de kogel in zijn enige goede oog. Het afscheid van het fotograferen is een lang, moeilijk acceptatieproces. Ik heb een dwarslesie en ja, daar is niks meer aan te doen. Dat kunnen ze niet genezen. En ik ben inmiddels al wel in Nederland bij 4 oogartsen geweest. Ik hoop dat er ergens nog iemand is die opstaat en die zegt van ik kan wat aan je oog doen. Dus dat is nog wel een sprankje op wat ik ergens heb. Maar straks dus een tentoonstelling over het werk van de Harderwijkse fotograaf. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is qua echte expositie van mij alleen de première. Dus ik ben er echt heel trots op, ja. De tentoonstelling van Adrie de Vissers werk is eind dit jaar in het Stadsmuseum in Harderwijk.